Goedenavond iedereen. Van harte welkom bij dit eerste Campus College. Het Campus College hebben wij in het leven geroepen als vervanging voor de evenementen die Campus Friesland voor corona altijd fysiek organiseerde, zoals bijvoorbeeld het Wetenschapscafé. Voordat we zometeen gaan beginnen met de lezing, u zag het net al op de slide, hebben we een aantal huishoudelijke mededelingen. Van iedereen staat de camera en de microfoon uitgeschakeld. Mocht u vragen hebben tijdens of na de lezing, dan kunnen die gesteld worden in de chat. En dan zorgen mijn collega en ik dat die na de lezing aan Maarten gesteld worden. Bij eerdere lezingen hebben we ervaren dat mensen het soms storend vinden om pop-ups in beeld te krijgen als mensen de lezing verlaten of binnenkomen. U kunt deze alle uitzetten door rechts onder in beeld het tandwieltje aan te klikken, Mijn instellingen. Daar heeft u de optie bij berichtinstellingen om alle pop-ups uit te schakelen. Dat was het even qua huishoudelijke mededelingen. En dan kondig ik bij deze graag onze spreker van vanavond aan, Dr. Maarten Lonen. Als polonderzoeker bivakkeert hij al meer dan 25 jaar tijdens het broedseizoen op Spitsbergen. Daar doet hij onderzoek naar het gedrag van trekvogels, maar ook naar veranderingen in de leefomgeving. En tijdens de lezing vanavond gaat hij onder andere in op de gevolgen van de temperatuurstijgingen op mens, dier en plant. Maarten, als je zover bent, dan nodig ik je uit om te beginnen. Ja, ik kijk met genot naar de lijst met deelnemers, waarin ik toch een hele hoop namen herken. Ik start mijn presentatie nu even op. En dan heb ik 3 kwartier. Zo, de brandgans, forens tussen Noordpoolgebied en Nederland. Ik begin eigenlijk altijd, als ik het over de vogeltrek heb, met een plaatje uit de 16e eeuw over de trek van de brandgans. In eerste instantie werd gedacht dat de mossels die gevonden werden, de eendenmossels die gevonden werden in zee in de zomer, veranderden in ganzen, dat daar de ganzen uitkwamen. En zelfs in die 16e eeuw was er een wetenschappelijke expeditie georganiseerd door de keizer van Oostenrijk naar Schotland om te kijken wat er precies aan de hand was. En die monniken kwamen terug en zeiden van ja, we hebben in die schelpen gekeken, we zagen veertjes en we zagen zelfs een klein gansje. Dat vind ik altijd een heel mooi begin van het verhaal, omdat eigenlijk het ook een beetje kritisch is over wat nou de wetenschap is. Maar we weten gelukkig veel meer en we weten dat die ganzen naar het noorden trekken. Hoewel bijvoorbeeld pas sinds 1968 bekend is dat de ganzen waar ik naar kijk van Schotland naar Spitsbergen trekken. Het is dus nog niet zo lang bekend wat er precies gebeurt. Maar om nu iets te laten zien over de reden waarom die ganzen naar het noorden trekken, heb ik even een plaatje waar ik de darm van een brandgans heb uitgelegd. Die ligt daarboven. Dat darmstelsel begint met de maag, een spiermaag, die ongeveer zo groot is als een kippenei. Die bestaat uit gespierd met 2 platen waarin hij het gras kan fijnmalen. En dan heb je eigenlijk relatief een heel kort darmpje. En alles wat die gans hapt binnen, met een snavel waarin geen tanden zitten, dus hij kan het gewoon heel inslikken, komt in de maag. Maar binnen 1,5 uur verlaat het weer het darmstelsel. Als je dat vergelijkt met het darmstelsel van een rendier, die heeft een heel complexe maag, die gaat herkauwen. Die maakt er hele fijne deeltjes van, want hier voor de slokdarm heeft hij nog al zijn gebitten zitten. En keer op keer verkleint hij het. En alleen de fijnste deeltjes van het gras, die gaan door zijn lange darmen. En als het dan nog slecht verteert, kan hij het parkeren in de blinde darm, die hier achterin zit. En dan komt het eruit, maar dan is het bijna langer, meestal langer dan 2 dagen in zijn maag-darmstelsel gezeten. En dat is een heel bazaal verschil. Want eigenlijk is het zo dat geen enkel dier kan leven van cellulose. Cellulose, de celwanden van het gras, die zijn eigenlijk allemaal suikers die aan elkaar verbonden zitten. En die cellulose afbreken tot suikers, dat kunnen alleen maar bacteriën. Wat gebeurt er in die maag van het rendier? Die werkt samen met een hele hoop bacteriën die die cellulose afbreken. En uiteindelijk dus leeft die van de afbraakproducten van die bacteriën. Maar er is wel tijd voor nodig. Zo'n gans die heeft dat niet. Binnen 1,5 uur verlaat het alweer zijn darm.
En daarmee is eigenlijk een ganzenpoep is eigenlijk gewoon de celwanden van de grassen die hij gegeten heeft. Dat is handig, want daardoor kunnen we precies weten wat hij gegeten heeft, omdat die celwanden eigenlijk als stenen muurtjes te herkennen zijn en echt op dieet bepalen. Maar het is dus ook zo dat eigenlijk een van de grootste energiebronnen die in het gras zit, kunnen de ganzen niet gebruiken. Nou, dat stelt hoge eisen aan het voedsel wat ze eten. En eigenlijk is het enige voedsel wat goed is voor ganzen, is voorjaarsgras. In het voorjaar is het eiwitgehalte van het gras, dat begint soms bij 24%. En dat neemt af in de loop van de zomer. Maar nu door naar het noorden te trekken, volgen ze de groene golf van het voorjaarsgras. Ze gaan weg uit onze gebieden, ze vliegen naar zo gauw de graskwaliteit wat afneemt. Ze gaan naar gebieden onderweg waar het net het voorjaar is geworden en waar ze dan van het hoge eiwitgehalte kunnen profiteren. Dan vliegen ze het laatste stukje naar de tundra, dan maken ze een nest als de sneeuw net weg is. Vijf eieren, 25 dagen bebroeden. En dan op het moment dat de jongen uitkomen, is het daar voorjaar. En hebben de jongen daar het voorjaarsgras. Dus die trek die de ganzen eigenlijk traditioneel altijd naar het noorden maakten, hangt samen met de kwaliteit van het gras. En we weten van de brandgans dat als de kwaliteit van het gras onder de 18% eiwit komt, dan kunnen ze eigenlijk geen jongen op opgroeien. Nou, dat is een hele beperking. Om dat nog een beetje te laten zien, heb ik hier plaatjes van een rendier en een brandgans die hier samen in hetzelfde gebied lopen te grazen. Maar dat is helemaal niet waar. Die ganzen eten hier gras tussen dat mos, maar dat rendier dat is op zoek naar ganzenkeutels. En als je de serie volgt, hier zit een groep kuikens die hier al een dik uur zit. En iedere 10 minuten komt er een keutel uit een individu. Hier zit de vader en daar liggen ook vast meer dan 3 keutels achter. Dat rendier dat loopt dus nu naar die vader toe, jaagt hem weg, eet die keutels. En dan gaat hij daarna door naar de jongen, jaagt ze weg. En het rendier weet precies wanneer hij dat moet doen, zodat er een stapeltje keutels achter ligt. En eigenlijk is dit rendier een echte stofzuiger die gewoon de keutels van de ganzen aan het opeten is. Nou, al vrij vroeg, in 93, kwamen we erachter dat er toch een hele hoop keutels bleven liggen. Maar die keutels die waren eigenlijk heel lichtbruin. En omdat wij ook keken naar het dieet van de ganzen, wisten we dat die lichtbruine keutels eigenlijk keutels waren van dieren die mos hadden gegeten. Dus ineens hadden we hier in het gebied keutels van ganzen die mos aten en keutels van ganzen die gras aten. Een volwassen gans kon leven op een mosdieet, maar een kuiken moest een grasdieet eten. Nou, toen hebben we een heel aardig proefje gedaan, waarbij we in een vierkante meter keutels hebben uitgelegd. Dit geheel was dan een vierkante meter, verdeeld in 4 vakken. En in ieder vak 25 keutels. En de zwarte keutels zijn dus keutels die gras van ganzen waren die gras hadden gegeten. De bruine keutels zijn keutels van ganzen die mos hadden gegeten. Toen wachten we 2 dagen en toen kwamen we terug. En dat hebben we 8 keer gedaan. En gemiddeld van die 8 keer waren 21 graskeutels verdwenen van die 25. En was er maar 1 moskeutel verdwenen van die 25. En ik vind dit een heel mooi voorbeeld, omdat je in het begin denkt van wat maakt het nou uit, zo'n verschil in vertering. Maar je ziet het nog steeds dus, dat ook zelfs voor het rendier maakt het uit. Het rendier heeft geen zin in moskeutels, maar is heel erg op zoek naar de graskeutels. Wat is een ander voordeel als je naar Spitsbergen gaat om daar te broeden? Dat is dat het continu licht is. Als, zoals ik al net zei, als je gewoon eigenlijk maar een hele korte doorvoersnelheid hebt van het voedsel, dan is het heel fijn dat je de hele dag kunt blijven eten. En wat doen die ganzen? En zeker ook als de kuikentjes klein zijn, die eten 1,5 uur en die slapen 1,5 uur. En die eten 1,5 uur en die slapen 1,5 uur. En met die verdeling door de dag zijn ze eigenlijk de hele dag aan het verteren. En kunnen die kuikentjes ook een geweldig hoge groeisnelheid halen op dat voorjaarsgras daar. In praktijk weten we zelfs dat de kuikens in Nederland langzamer groeien. En een van de belangrijke redenen voor dat op het moment is dat ze gewoon een nacht hebben en een aantal uren dat ze niet kunnen eten.
Nou is het niet alleen maar het voedsel wat belangrijk is om naar het noorden te trekken. Er zijn ook andere argumenten. En een van die argumenten zijn roofdieren. Wij zien ontzettend veel kuikens die worden opgegeten door, in dit geval, een poolvosje. Een poolvosje is wit in de winter, maar heeft een bruine vacht in de zomer. En hier zie je een puppy die net van zijn moeder een ganzenkuik, een brandganskuik heeft gehad. En die moet het leren verstoppen. Die graaft het in de grond, want dat is eigenlijk het voer voor de winter. En in dit geval kwam die moeder meteen weer het kuiken ophalen en gaf het aan een andere puppy. Geweldig schouwspel. Maar het is gewoon zo dat het dus die aanwezigheid van die vossen een geweldig effect heeft op de overleving van de kuikens. Hier zie je een vos die bij de jongen aankomt met de kop van een eidereend, maar daarachter zie je nog een ganzenkuiken met hier de twee pootjes. In jaren dat er veel vossen waren, overleefden bijna alle kuikens. Hier hebben we 1990, 91, 96 en 97 veel van de kuikens overleven. Maar in jaren dat er vossen er zijn, dan overleven er bijna geen. 92, 93, 94, 95 waren jaren met veel vossen en bijna alle kuikens werden opgegeten. Als we dat nou over een iets langere tijd uitzetten, dit is van mijn eerste studiejaar 1990 en sindsdien eigenlijk zou ik hier tot 2020 door kunnen. Maar in principe zie je hier welk deel van de kuikens overleeft en uitvliegt. En dan zie je in sommige jaren dat bijna alle kuikens overleven, maar dat er ook jaren zijn zoals 1994 en 2000 en 2014, dat er bijna geen kuikens overleven. Bijna alles is opgegeten door de vossen. Die variatie in vosaanwezigheid is in deze wel belangrijk, want in principe is het zo dat dat komt omdat die vossen in de winter ook moeten overleven. En op Spitsbergen zijn geen lemmingen. Dus als de winter, als de voorraden op zijn, dan gaat de vos eigenlijk achter de ijsberen aan het pakijs op om daar te leven van de restjes die de ijsbeer kan vangen en achterlaat op het ijs. Dus het worden dan echt aasetertjes. En ze kunnen ontzettend grote afstanden afleggen. Wij hebben één poolvosje wat in het dorpje op Spitsbergen een GPS-zender, een halsband heeft omgekregen die we kunnen volgen via de satelliet. En die kwam de volgende zomer uit in Canada, in Midden-Canada. Hele lange tochten dus. Maar dat betekent ook dat ze niet altijd in even grote getalen weer op het stukje land zitten waar de ganzen broeden. En dat varieert. En eigenlijk is het zo, naarmate je noordelijker komt, daar zijn ook experimentjes mee gedaan met eieren, kunstmatige nestjes van steltlopers, dan zie je hoe noordelijker het is, hoe langer die nestjes blijven leven als ze niet door een ouder bewaakt worden of bebroed. Dus als je gewoon zelf eitjes in het veld legt, kwartel eitjes in het veld, hoe noordelijker je komt, hoe lager de kans wordt, zeker als je meerdere jaren dat meet. Dat is dus ook een argument om naar het noorden te gaan. Niet altijd evenveel roofdieren. Nu is het zo dat de ganzen geweldig zijn toegenomen. We weten dat omdat in Schotland al vrij vroeg de ganzen geteld werden en ze zaten eigenlijk bijna allemaal op één boerderij. En in 1943 werden daar in de winter 243 ganzen geteld. De brandgans is heel lang de meest zeldzame gans geweest. Maar nu zijn er in diezelfde populatie 40.000 ganzen. Dus die toename is 200 keer. Geweldige aantallen. Hier zie je het verloop eigenlijk van 1958 en je ziet hoe stijl het gaat. Nou, waarom zijn die ganzen toegenomen? Waarom zijn er nu 40.000 ganzen? Nou, dat hebben we te danken aan de boeren die erover klagen, maar het is eigenlijk een fantastische prestatie van hun. Want door de bemesting hebben ze het mogelijk gemaakt dat het gras het hele jaar door ver boven de 18% in eiwitgehalte blijft. Als iemand van u een boerenachtergrond heeft, dan weet je dat je vroeger bijvoorbeeld voor het inkuilen kon je alleen de eerste snede van het gras gebruiken. Tegenwoordig kun je 4 snedes inkuilen, omdat het eiwitgehalte zo hoog is dat het proces van kuilvoer maken van gras gewoon veel langer doorgaat. En die ganzen die hebben dat ook gemerkt en kunnen dus hier nu hun jongen grootbrengen. Dit is de hoeveelheid, in linksboven zie je in de grafiek, de hoeveelheid kilogram stikstof die wij per hectare op het land gooien. En dat begon zo hier met 50 kilogram,
Maar dat is dus in de loop van de tijd meer dan 300 geworden. Geweldige hoeveelheid. Met als resultaat dat de opbrengsten omhoog gaan. Dit is bijvoorbeeld de opbrengst in kilo eenheden melk. Dus dit is gewoon uitgedrukt in de hoeveelheid melk die een koe kan produceren. Die natuurlijk ook te maken heeft met een veel betere graskwaliteit. Maar ook andere oogsten, zoals hier de aardappels of de suikerbieten of het graan. Alles heeft een hogere opbrengst gekregen. En uiteindelijk heeft het ervoor gezorgd dat die ganzen in de winter, waar gewoonlijk het voedsel beperkend was, nu een overdaad aan voedsel is, waardoor ze heel goed aan de trek aan het noorden kunnen beginnen. Maar dus recentelijk ook een kans zien om in Nederland te blijven. Het is niet alleen het boerenland wat veranderd is. Het is op het moment valt eigenlijk 60 kilogram stikstof per hectare gewoon uit de lucht. Wij hebben dus niet voor niks dat stikstofprobleem nu in Nederland, waarbij gezegd wordt van daar moeten we toch iets aan doen. Want het is niet alleen zo dat het de boeren gratis deze 60 kilogram erbij krijgt, maar ook ieder natuurgebied in Nederland wordt gewoon bemest met 60 kilogram per hectare. Wat in 1960 het advies was voor de boeren, is nu de gratis bemesting van ieder natuurgebied. Nou, dat heeft dus ervoor gezorgd dat er nu ingegrepen is, omdat sommige natuurgebieden het ontzettend slecht doen. Maar voor de ganzen, die juist die hoge kwaliteit eiwit nodig hebben, was dit een geschenk uit de hemel. En daarom zijn ze zo ontzettend toegenomen. En dus uiteindelijk dat ze niet alleen maar in het hoge noorden bleven broeden, maar ook in het lager konden broeden. Daarbij speelt trouwens ook nog wel een rol dat de bescherming ook extra heeft geholpen. De ganzen zijn, zeker toen ze zeldzaam waren, heel goed beschermd. En nog steeds is het zo dat de trekkende brandgans niet bejaagd mag worden. Dat is een groot verschil met ganzen zoals de koolgans of de grauwe gans, die gewoon bejaagd worden en eigenlijk qua populatie toch ook duidelijk te lijden hebben van die jachtdruk. Maar ik ben deze brandganzen juist gaan bestuderen, omdat dat een mooie kans was om het natuurlijke proces te zien. En die ganzen die begonnen dus toe te nemen. En mijn grote onderzoekvraag was van oké, als dat dan werkelijk gebeurt doordat het in de wintergebieden beter gaat, in de broedgebieden verandert er niet zoveel, dachten we toen. En dus als daar niet zoveel verandert, kan daar wel eens de regulatie van de populatie ontstaan. Als er zoveel ganzen daar komen, dat ze het voedsel moeten delen en niet meer voldoende kans hebben om te broeden. Ik wijs er even op dat deze as hier, die is logaritmisch. Dat is een beetje anders dan normaal, maar dit is dus 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 en een miljoen. En dan zie je dus het mooie van als je het logaritmisch uitzet, als je er een lijntje door kunt trekken, dan is de toename procentueel gezien altijd gelijk. Nou, dit is dus alle brandganzen die eigenlijk langs Nederland komen. In 1970 is er een broedgeval begonnen in Zweden. En die populatie heeft zich flink ontwikkeld. Doet het op het moment eigenlijk heel slecht, omdat die last heeft van zeearenden. Maar in Nederland zijn ze ook begonnen. En op het moment zijn er evenveel brandganzen die in Nederland broeden dan op Spitsbergen. Dus dat is ongelooflijk. En eigenlijk pas in 1985 echt begonnen. Nou, die gebieden kunnen we met elkaar vergelijken. Hier zie je een foto op Spitsbergen waar ik in de zomer de ganzen kan vangen. Omdat die ganzen die hebben een maand dat ze niet kunnen vliegen. Als ze met de jongen zijn, dan verliezen de adulte vogels ook hun veren. Kunnen een maand niet vliegen. En dat is een speciale aanpassing om op tijd weer klaar te zijn om als de jongen kunnen te vliegen, dat ook de ouders kunnen vliegen. Als u thuis een kanariepietje in een kooitje heeft, die heeft het broedseizoen afgemaakt en die begint dan pas zijn veren te vervangen. Na het broedseizoen. Maar voor die ganzen, die doen dat dus eigenlijk tijdens dat de jongen opgroeien. Want die ganzen hoeven eigenlijk ook niet te vliegen om het voer aan te brengen. Die lopen gewoon samen met de jongen over de vegetatie. Hier voor deze ren, waarin we de ganzen eigenlijk als schapen bij elkaar hebben gedreven, zie je nog een hele hoop vegetatie. Dat zijn ook voornamelijk houtige vegetatie, dat zijn poolwilligen, maar de bomen op Spitsbergen zijn maar een halve centimeter groot. Als je dan kijkt in Nederland, hier zitten we in Nederland, in het Haringvliet, waar de brandganzen in eerste instantie het meest toenamen. De bomen zijn aanzienlijk groter.
Maar eigenlijk als je kijkt naar de vegetatie, is die helemaal kort gegeten ook door de grote hoeveelheden ganzen die hier aan het grazen waren. Wat we nu gedaan hebben is eigenlijk gekeken van, is het nu zo dat het in Nederland met die bemesting altijd allemaal alleen maar beter is geworden voor de ganzen? Nou, we hadden een hypothese dat er wel eens een probleempje kon zijn met ziektes. Als je het hele jaar door op hetzelfde grasland leeft, dan krijg je gewoon dat de parasieten een kans krijgen en dat er allerlei ziektes kunnen uitbreken. Dat iedere boer weet dat het beter is om je vee te verweiden. Wij gingen daar dus ook naar kijken en wij hadden een techniek waarbij we een beetje bloed van de gans afnamen en dat bloed dan beter gingen bekijken onder de microscoop in eerste instantie. Dit is waarbij we keken naar de witte bloedlichaampjes. Die werden gedetermineerd en geteld. Een bepaald soort witte bloedlichaampjes, de macrofaag, die hebben we dan bleek heel mooi met iets te correleren. En we hebben een test gedaan naar de antilichamen in bloedplasma. Eigenlijk is het zo dat in je bloedplasma al een hele hoop stoffen zitten die ziektekiemen kunnen aanvallen van nature. En dus eigenlijk ervoor zorgen dat het grootste deel van de ellende in het vroeg stadium opgeruimd wordt. Nou hadden we een speciale test waarbij we verschillende concentraties plasma van de gans in de kuiltjes gooiden, steeds 10 keer verdund. En in die kuiltjes zat een beetje konijnenbloed. En waar we nu naar keken was, wat gebeurt er met dat konijnenbloed als we daar plasma aan toedienen? Nou, in de hoogste concentraties hier lost dat hele konijnenbloed op. Die cellen, die rode bloedcellen van het konijn, die worden gewoon opgelost door stoffen die in het plasma zitten. En als je dan nog verder kijkt, dan gaat op een gegeven moment de boel klonteren. En waar het begint te klonteren, dat is ook een maat. Dus we haalden hier 2 maten uit waar het gaat oplossen. Of tot hoever het gaat oplossen, tot welke concentratie het oplost. En tot welke concentratie er klontering begint. Die 2 maten hebben we uitgezet in de grafiek. En dan hebben we de ganzen in Nederland vergeleken met de ganzen in het Noordpoolgebied. Hier op de y-as staat dat oplossen van die konijnenbloedcellen. En hier op de x-as staat de dichtheid aan macrofagen. Dat is een witte bloedlichaampje. En eigenlijk kun je zeggen dat dat bloed wat we hebben afgenomen veel beter alles aan het bestrijden is als de rode kleuren rechtsboven zitten. Dan heb je heel veel lysis, dan heb je heel veel macrofagen. Maar er zit dus een verschil in. De rode kleur betekent gewoon dat we meer van onze monsters daar zaten. De roodpunt bestaat gemiddeld uit 8. Terwijl inderdaad de donkerblauwe kleur, daar hebben we geen enkel bloedmonster gevonden. En wat je hier ziet is eigenlijk dat in het Noordpoolgebied die hele activiteit van het bloed aanzienlijk lager is dan in Nederland. Nou, dat vonden wij wel een hele interessante waarneming, want dat kan dus betekenen dat het eigenlijk nog niet zo heel makkelijk is in Nederland. Nou, we deden de test door kuikens op te laten groeien met de student. Die kuikens waren van de geboorte af met deze student, dus die liepen er achteraan, net zoals Lorenz. Het is echt werkelijk prachtig als u een kind hebt in de leeftijd rond 10 jaar. Een ganzenkuikentje, het loopt de zomer achter uw kind aan. Een prachtige ervaring. Nou, hier lieten we ze opgroeien in het Noordpoolgebied op Spitsbergen. Maar hetzelfde proefje werd gedaan in het Haringvliet. En hier zie je Cecilia met haar kuikens. En die groeide gewoon op de normale vegetatie. We konden gewoon met de ganzen naar het grasvelden lopen. Lieten ze daar gewoon grazen, eigen keuzes maken. En toen de kuikens heel groot waren, toen hebben we ze helaas naar de dierenarts gebracht die ze heeft laten inslapen. Maar konden we precies analyseren wat er aan de hand was. En waar kwamen we op uit? In Nederland, 12 van de 15 kuikens hadden infecties, zoals het vastgesteld was door de patholoog. En van Spitsbergen hadden maar 2 van de 15 ganzenkuikens infecties. Dus om nu samen te vatten, wat is nou de reden waarom die ganzen naar het noorden trekken? In eerste instantie is het eiwitrijk gras. Dat is echt het allerbelangrijkste. Daarnaast heb je de 24 uur per dag dat ze eten kunnen. En dan heb je soms minder roofdieren.
En dan zeg je, wat is dat soms nou? Maar een gans die kan 16, 18 jaar oud worden, produceert ieder jaar 5 eieren. Dus als die, laat zeggen, 16 jaar 5 eieren heeft geproduceerd, heeft die 80 eieren geproduceerd. Dus we zijn ook wel blij met die roofdieren, want dat zou veel te veel zijn. Dan zou de wereld in een paar jaar helemaal dichtlopen met brandganzen. Maar sommige jaren valt het mee en dan hebben we ineens een beter broedsucces. En verder is het zo dat als je naar het noorden gaat, heb je minder kans op ziektes. Dat zagen we net in die proefjes. En dat komt dus voor een deel omdat die ganzen die naar het noorden kunnen vliegen altijd super gezond zijn. Als je ziek bent, blijf je al achter in de wintergebieden. Verder is het zo dat de vorst en de kou eigenlijk ook voor allerlei ziektekiemen best wel moeilijk is om zich te handhaven als de ganzen weg zijn. En dan in totaal is het zo dat die ganzen zich eigenlijk zichzelf verwijden, naar een schoon gebied gaan. Nou, het nadeel van die ganzentrek is er natuurlijk ook. We hebben gewoon ganzen gehad die vlogen met een satellietzender op de rug en dan zien we ze eigenlijk doodgaan in een storm. Vogeltrek is gewoon gevaarlijk. Deze ganzen trekken dus ieder jaar 3000 kilometer naar het noorden en weer 3000 kilometer naar het zuiden. Dat is eigenlijk de afstand naar Spitsbergen. Spitsbergen ligt letterlijk 3000 kilometer hier vandaan. De trekroute is hier eigenlijk aangegeven. Hier is Schotland, op de grens van Schotland en Engeland, aan de westkust. Daar overwinteren ze nog steeds bijna allemaal. Dan vliegen ze in het voorjaar vliegen ze naar de kust van Noorwegen, waar ze eigenlijk een maand aan het opvetten zijn. Tegenwoordig is daar een ander gebied bijgekomen, wat iets noordelijker ligt. En dan krijg je het laatste stukje naar Spitsbergen. En waar ligt dat Spitsbergen? Mijn dorpje ligt op 79 graden noordenbreedte. Maar eigenlijk is het zo dat als je op de Noordkaap van Noorwegen staat en recht naar de Noordpool kijkt, dan is het halverwege. Dan is het nog 900 kilometer naar het noorden hier. En van hieraf is het nog 900 kilometer naar de Noordpool. Wij gingen daar naartoe met het idee dat er niet zoveel veranderde, maar nu is die klimaatverandering aan het optreden en verandert er heel veel. Maar daar probeer ik iets meer over te zeggen. Want wij hebben die vogeltrek kunnen onderzoeken, eigenlijk al jaren geleden. De apparatuur wordt steeds moderner, maar wij hebben de ganzen een computertje meegegeven aan de kleuring. Dit dobbelsteentje, dit is eigenlijk een heel klein computertje wat licht meet en opslaat die gegevens. Er zit een klokje in en iedere 3 minuten meet hij de maximale hoeveelheid licht en slaat dat gegeven op. Het is tegenwoordig heb je modernere apparaten die met zenders uitgelezen kunnen worden, maar voor dit apparaat moest ik de gans terugvangen en dan legden we het loggetje aan de computer en dan konden we eigenlijk de hele route zien die de gans had gemaakt. Want wat zit er in dat loggetje? Daar zit dus het lichtpatroon. En het lichtpatroon ziet eruit gewoon zoals hier. Dit is de dag en dan heb je een nacht. En dan heb je weer de volgende dag en dan heb je weer een nacht. Als je nou, en dat is precies bekend op welke datum dat gebeurt. Door de lengte van de dag te weten op een bepaalde datum, weten we op welke breedtegraad de ganzen zitten. Want eigenlijk is het zo dat op de Noordpool continu licht is, maar ergens in Noorwegen is er heel lang licht. En dat is dus veel korter, bijvoorbeeld in Nederland. Dus met het ritme van de daglengte of de korte duur van de nacht, kunnen we eigenlijk weten hoe noordelijk de ganzen zijn. Door te kijken naar het moment dat de zon opkomt, of de zon ondergaat, maar laten we zeggen de zon opkomt, weten we hoe oostelijk of westelijk de ganzen zijn. Want het is natuurlijk, in Moskou komt de zon eerder op dan in Amsterdam. En zo kunnen we op 200 kilometer nauwkeurig met het computerprogramma bepalen waar de gans op deze dag was. Dus iedere dag geeft 1 punt en we kunnen het precies uitwerken tot de figuur die in het volgende plaatje te zien is. Hier hebben we de gegevens, hier staan allemaal ganzen en we hebben 3 jaren dat we gemeten hebben. Al die gegevens staan hier. En hier in de midden stukje van deze grafiek, dat is eigenlijk de gewone ganzen die de trek maken naar het noorden. Die beginnen in Schotland, die trekken dan naar Noorwegen toe. In Noorwegen vetten ze op
En eigenlijk die erretjes zijn allemaal nog waarnemingen dat we met de telescoop de ring hebben gezien. Dus juist die vogel in dat gebied hebben gezien. En dat klopt dus ook heel mooi met onze waarnemingen. Dit erretje, dat is gewoon dat die in Engeland nog gezien is of in Schotland. Dus we kunnen volgen eigenlijk wat ze hier doen. Maar dan trekken ze verder naar het noorden. En dan is het nadeel van deze techniek dat ze in het continue licht komen. Dan kunnen we dus eigenlijk, weten we niet meer waar ze zijn. Kunnen we dat niet meer berekenen. Maar omdat ik wist van deze lichtmetingen. En omdat ik ook wist dat de vrouwtjes de enige ganzen zijn die de eieren bebroeden. Hebben we voornamelijk vrouwtjes. Je ziet hier toevallig 4 mannetjes waar we nog wat loggers over hadden. Geolocators heten ze. Die apparaatjes. Maar de andere, de vrouwtjes, die gingen eieren leggen en gingen op die eieren zitten. En een gans die op de eieren zit, die zit bijna de hele dag op het nest. Mijn collega Jouke Prop heeft aangetoond dat als ze langer dan 20 minuten van het nest afgaan per dag, dat ze eigenlijk een grote kans hebben om de eieren te verliezen. Dus wat je hier ziet is eigenlijk dat de vrouw op de geolocator zit en waardoor het donker wordt. En we kunnen precies dus zien wanneer die gans gebroed heeft. Sommige ganzen kon ik op het nest alweer terugvangen. En dan konden we kijken op het nest wanneer de jongen uitkwamen. Dus dat zijn de lichtpaarse. Andere ganzen, die zien we gewoon dat ze hier stoppen. En dat het dus echt het broedsel mislukt is. Meestal is het dan opgegeten. En hier heb je er nog zo een. Dus mooie gegevens. En wat nou heel bijzonder was, was dat er ook andere strategieën bestonden. En gingen ontstaan rond deze tijd. De ene strategie was dat de ganzen verder naar het noorden gingen. Ik heb net op de kaart die plek aangewezen. Verder naar het noorden. In de dit is de Helgelanden. Dit is, even denken, hoe heette dat ook alweer? Ik kom even niet meer op de naam. Het ligt noordelijker. En daar opvetten. Nou, dat is eigenlijk al een heel mooi gevolg van klimaatverandering. Want je kunt voorstellen, die ganzen willen het voorjaar volgen. Dat heb ik net uitgelegd. En als ze dus in de Helgelanden zitten, dan zijn ze daar eigenlijk wat te laat. Door verder naar het noorden te gaan, zitten ze weer echt in het voorjaarsgras. Dus dat is een fantastische aanpassing. En heeft bovendien het voordeel dat de afstand naar Spitsbergen nog wat korter is. Dus dat ze daar sneller aankomen. De andere strategie is hieronder. En dat is Schotland. Hoewel de ganzen daar niet tot broeden komen, waarschijnlijk omdat gewoon ze omdat ze daar in de zomer toch wat meer jacht is en omdat nesten uitgehaald worden. Maar ze kunnen op dat gras blijven leven. Ze kunnen daar goed op opvetten. En in praktijk dachten wij in eerste instantie, toen we zagen dat de ganzen achterbleven in Schotland, dat zijn de ganzen die niet gaan broeden. Maar nee, deze ganzen gaan ook broeden. Die zijn in staat om hier ook nog eieren te leggen en te broeden. Hoe is dat in hemelsnaam mogelijk? Want we konden precies berekenen waarom die gans moest opvetten en gewoon de energie nodig had om eieren te kunnen leggen en het hele broedseizoen zo lang op de nest te blijven zitten. Maar door de klimaatverandering ging de sneeuw eerder weg op Spitsbergen en kunnen ze, als ze aankomen, hebben ze toch nog een beetje te eten. Dus in de vroege jaren, in de 80e jaren of voor de 80e jaren, was het zo dat als ze aankwamen, het soms nog zelfs in de sneeuw lag en er geen voedsel was en ze gewoon moesten beginnen met de eieren leggen en op de eieren gaan zitten. Nu is het tijd om bij te eten na aankomst. En dus eigenlijk in plaats van alle energie voor de eieren uit de opvetgebieden te halen en naar Spitsberg te brengen, eten ze dus hier nog de energie voor de eieren. Nou, trekken is niet zomaar eenvoudig. Ik liet al eerder het plaatje zien. Juist in het Noordpoolgebied is het relatief veel snel warmer aan het worden. En dit is een plaatje van januari 2016, wat ik vaak laat zien, omdat het eigenlijk heel mooi laat zien waar een groot probleem ligt. Hier zie je van de Zuidpool, min 90 graden, tot evenaar, tot plus 90 graden. Wat de temperatuur was vergeleken met de periode 1951-1980. Op dit moment was het in de Zuidpool zelfs wat kouder. Het merendeel van de wereld was 1 graad warmer dan normaal. Daar zitten we nu ook eigenlijk gemiddeld op.
Maar hier zie je op de breedtegraad eigenlijk waar Nederland zit, of zelfs inderdaad waar de ganzen in Schotland overwinteren, daar is veel minder temperatuurverhoging. En als je dan naar het noorden gaat vliegen, dan is daar eigenlijk de temperatuur al veel meer toegenomen. En dat betekent dus eigenlijk dat je de hele trekroute, die 3000 kilometer die ze vliegen, van 53 graden noordenbreedte naar 79 graden noordenbreedte, dat ze steeds eigenlijk het gevoel hebben, we zijn te laat. Het voorjaar is al verder. Hoe gaan ze daarmee om? Dit zijn gegevens van Spitsbergen zelf. Wanneer is de tundra sneeuwvrij? En wat je hier ziet is eigenlijk veel variatie, maar de stippenlijn is eigenlijk is heel duidelijk dat de tundra steeds vroeger sneeuwvrij is. 0,4 dagen per jaar is de tundra sneller sneeuwvrij. Als voorspelling is dat nog ingewikkeld, want als je hier bijvoorbeeld ziet in 2016 is in de hele gegevensset de vroegste dag dat de sneeuw verdween. Maar 2014 is in deze gehele set de laatste dag dat de sneeuw verdween. Dus die variatie is natuurlijk nog geweldig moeilijk. Dat kan echt grote gevolgen hebben voor het boetsucces in een gemiddeld jaar. Maar de trend is ook heel duidelijk, 0,4 dagen per jaar. Nou, we hebben dat gekeken naar wanneer de kuikens uitkomen. Dat is eigenlijk het moment waarop ik altijd op Spitsbergen kom. En in eerste instantie, terwijl je hier een hele hoop verschillende data hebt waarop de tundra sneeuwvrij is, zie je die ganzen eigenlijk heel weinig variëren in uitkomstdatum. En dat lijkt er een beetje op alsof ze geen rekening houden met het vroegere voedselbeschikbaarheid. En dat heet dan in biologentermen in het Engels trophic mismatch. Maar als we de gegevens ietsje anders uitzetten, en dit is gewoon van 1990 tot nu toe, en dan zien we ineens dat het gewoon 10 jaar lang was dat de ganzen eigenlijk niet reageerden op die variaties. Ze zaten gewoon op een vast schema. En toen hadden we eigenlijk 2 warme jaren, maar met name 2006 was een jaar waarin het overal van Schotland, Noorwegen en Spitsbergen warmer was. Hebben ze hun schema aangepast en sindsdien zitten ze op een ander schema. Ze lopen dus niet en ze kunnen niet weten wat het weer is op Spitsbergen als ze in Noorwegen of Schotland zijn. Die weersystemen zijn anders. U kunt ook niet weten wat het weer op dit moment in Madrid is als u niet naar het weerbericht daar hebt opgezocht. Zo is het ook voor die ganzen. Dus die hebben eigenlijk zijn geëvolueerd op een schema, maar konden ineens een sprongetje maken van de week en hebben recentelijk weer een sprongetje gemaakt van de week. 10 jaar doen ze hetzelfde en dan ineens een sprongetje van de week. En dat heb ik heel goed gemerkt, omdat ik ook tegenwoordig 14 dagen eerder naar Spitsbergen moet. En het zijn niet enkele ganzen, sommige ganzen zijn niet veranderd. In deze grafiek is het zo van wanneer leg je je eieren in 2000, of wanneer komen de jongen uit? Dat is waar ik naar gekeken heb. Voor 2006 en dit is na 2006. En als je niet verandert, ligt je punt hier op de lijn ISX, dan ben je onveranderd. Maar je ziet dat de meeste ganzen dus die verschuiving van een dikke week hebben gemaakt. En dus eigenlijk na 2006 later eerder hun eieren leggen dan daarvoor. Nou, dat is eigenlijk allemaal nog uitgewerkt in modellen. Hier is een Integrated Population Model heet dat. Kate heeft gewerkt aan die modellen. En kwam eigenlijk tot de prachtige conclusie om eigenlijk nog precies te kunnen analyseren welke factoren hebben nu een effect op de populatie toename of afname. En dan zie je dat het hier in de wintergebieden is de hoeveelheid ganzen in het algemeen is belangrijk, maar ook de temperatuur in de winter is belangrijk. Als het warm is in de winter, dan hebben we meer ganzen. Als ze tijdens het opvetten, dan is niet de temperatuur belangrijk, maar dan is eigenlijk de hoeveelheid neerslag belangrijk. En op Spitsbergen, als je kijkt, de aantal eieren, ze leggen meer eieren als het voorjaar vroeg inzet. De kuikens en de eieren overleven beter als er minder ganzen zijn. Maar ook als het wat warmer is, dan kan het vrouwtje beter het boerder volhouden. En de kuikens die overleven tot vliegvlug als er weinig vossen zijn en als er weinig regen is. En dan is eigenlijk het hele bijzondere, allereerst is zo dat als er heel veel ganzen zijn, dan hebben ze ook last van elkaar. Dat komt hieruit. Maar ook dat het eigenlijk dus andere dingen zijn.
dat het hier wel temperatuur is, dat het hier neerslag is. En dat het hier eigenlijk het belangrijkste is dan nog hoeveel vossen er zijn. En dat het dus uitmaakt tijdens die trek welke factoren uiteindelijk de populatiegrootte bepalen. Maar dat het dus ook niet zomaar één iets is zoals de temperatuur. Nou, het aardige is als je dan echt kijkt naar wat gebeurt er met de temperatuur. De temperatuur was belangrijk in de broedgebieden en belangrijk in de wintergebieden. Het aardige is dat in de broedgebieden door die klimaatverandering de trend heel duidelijk naar boven gaat. Maar als je kijkt in de wintergebieden, dan is er eigenlijk nog geen trend in Schotland. Dus we weten door de variatie tussen de jaren dat temperatuur belangrijk is, maar er is nog geen trend die heel duidelijk de populatie blijvend verandert. Nou, deze modellen zijn gebaseerd op gegevens tot 2017 en eigenlijk zijn er alweer grote veranderingen, want we hebben nu steeds vaker ijsberen, eieretende ijsberen die op bezoek komen. Daarnaast verandert de vegetatie en we hebben steeds meer ijzel. Nou, mijn collega Jouke Prop die ontdekt het eerst op Spitsbergen dat al zijn ganzenkuikens en eieren werden opgegeten door ijsberen. En in de laatste 4 jaar is dat ook bij mij in het studiegebied aan de hand. Dus dat zijn nieuwe veranderingen, een nieuwe predator die ineens in het spel is. Vegetatie, als we een hekje zetten, staat heel wat anders als de plek waar de ganzen grazen. Dus dat is ook een verandering die we mee moeten nemen. En uiteindelijk is het zo dat er steeds meer ijzel is, waardoor de rendieren massaal sterven. Waardoor de vossen in de winter heel veel voer hebben, omdat ze nu niet achter de ijsberen aan moeten, maar ze eten de rendieren. Met als gevolg dat er heel veel vossen zijn na een jaar dat het zoveel geijzeld heeft. Nog even snel iets over klimaatverandering. Ik zit niet voor niks op Spitsbergen. Dat is een van de snelst opwarmende plekken, zelfs in het Noordpoolgebied. Je ziet hier in Groenland is het allemaal nog veel minder, maar op Spitsbergen neemt de temperatuur echt heel erg toe. En dat zien we op allerlei manieren aan de gletsjers die kleiner worden. Dit is een foto uit 2006 gemaakt door Greenpeace die een foto hadden uit 1918 van dezelfde plek. En als je die plekken met elkaar vergelijkt, als je die bergtopjes bekijkt, dan zijn ze precies hetzelfde. Maar je ziet wat er met die gletsjers is gebeurd. Zo ook met het pak ijs op de Noordpool. En wat er gebeurt is eigenlijk dat het witte oppervlak wat veel van de energie van het zonlicht weerkaatst, is nu open water geworden, waardoor de meeste energie van het zonlicht in het water verdwijnt. En als dan het ijs niet terugkomt, dan verdampt er weer veel meer waterdamp ook. En dan krijg je dat het eigenlijk aanzienlijk warmer wordt. Dit proces, de albedo heet dat, de weerkaatsing van het zonlicht, is een belangrijk proces. Maar tegenwoordig weten we ook steeds meer dat de wolken belangrijk zijn. In de zomer is er constant daglicht. Als er dan wolken zijn, dan wordt een deel van de zonlicht wordt teruggekaatst en maar een klein deel bereikt de aarde. In de winter zorgen die wolken er juist voor dat niet alle temperatuur weggaat, maar dat de temperatuur aan het oppervlakte blijft. Datzelfde maken we nu vandaag hier in Nederland mee. En wat zorgt dat voor het klimaat? Grote verschillen in temperatuur in de winter, iets kleinere verschillen nog in de zomer. Maar ook in de winter heb je af en toe van die momenten dat de temperatuur, dat is de blauwe lijn, boven nul komt. En dat het eigenlijk heel hard gaat regenen. Dus dit is de zwarte lijn is de normaal. De blauwe lijn is als de temperatuur onder nul is. Het rood is hij als hij boven nul is. En je ziet gewoon in de winterperiodes dat het even boven nul wordt. Wat altijd samengaat met heel veel neerslag. Hier zie je de neerslag. Het zwarte streepje is de normaal. En alles wat daarboven zit is extra gevallen. Dus een hele hoop meer neerslag die grote gevolgen heeft, bijvoorbeeld omdat er lawines en landverschuivingen ontstaan. De mensen op Spitsbergen hebben al te maken gehad met een grote lawine die het dorp een hele straat van zijn fundamenten schoof en waarbij 2 mensen zijn gestorven. Dus inderdaad, ik noemde dit eigenlijk de eerste klimaatvluchtelingen, juist in een gebied waar je dat helemaal niet verwacht en juist van de zijde, terwijl wij allemaal dachten zeespiegelstijging wordt het eerste waar we mee te maken hebben, is het voor hun zijn het lawines en landverschuivingen. De permafrost die dooit, huizen verzakken, nou als Groningen weet je wat dat allemaal inhoudt. Er is geen ijs in het fjord, daardoor zijn er hoge golven de hele winter die de kust afbreken en omdat er ook geen ijs meer in de kust zit, is er veel erosie.
en verdwijnt de kust. En hier zie je toevallig een graf uit de 17e eeuw, wat hier in zeelij dreigt te verdwijnen, gewoon door de erosie. Nou, een beroemd verhaal is nog met de zaadbank die we op Spitsbergen hebben. Acht jaar geleden is daar in de berg een gang uitgehouwen om daar zaden in op te slaan. En dit zou de zaden moeten beschermen tot het einde der tijden eigenlijk. Als we een kernramp zouden hebben, dan zitten ze daar veilig. Als de elektriciteit uitvalt, dan is de hele berg nog bevroren door de permafrost. En de ingang was 70 meter boven zeespiegel, zodat als Antarctica en Groenland smelten, dat het nog steeds niet vol loopt. Nou, binnen 4 jaar liep de gang vol. En dat kwam omdat er zoveel regen in de winter viel, dat die regen inderdaad in de gang terecht kwam en daar meteen bevroor. En die kon je niet even weghalen door de gang op te warmen, want dan zou het hele principe hier weg zijn. Dus die hebben ze eruit moeten halen, ze hebben de ingang moeten herleggen en ze hebben weer miljoenen moeten spenderen voor iets wat eigenlijk 4 jaar daarvoor voor de eeuwigheid gebouwd was. Nou, om terug te gaan, want dat is eigenlijk het punt wat ik wil maken. Het is onvoorspelbaar aan het worden. Het is niet zo dat we lekker een temperatuurtje hebben als in Zuid-Frankrijk. We hebben nu net die koude periode gehad. En die koude periode heeft ook heel duidelijk te maken met de klimaatopwarming. Doordat de polar vortex, een storm die heel hoog in de atmosfeer hier rondwaait, minder sterk is geworden omdat er te veel warme lucht in zit. En daardoor gaat de straalstroom gaat gekke bewegingen maken. En wij hebben nu de afgelopen tijd in zo'n dal gezeten waarbij de Arctische lucht gewoon tot onze streken aankomt. En hoewel we dat ook wel wisten dat dat kon gebeuren en hoewel we dat heel moeilijk kunnen modelleren, is het zonder meer zo dat dit geen nieuw verschijnsel was. Maar niemand praat er nog over van wat is nu de kans door de klimaatverandering. Nou, wat er nu de afgelopen weken is gebeurd, dat we bijna weer een Elfstedentocht zouden kunnen houden, is ook een gevolg van de klimaatopwarming. Dus dat probleem, daar hebben we mee te maken. We denken dat we nu in een moeilijke periode zitten, maar die klimaatverandering komt eraan. Soms ben ik wat pessimistisch, maar ik denk we kunnen er allemaal wat aan doen. En wat dat betreft geloof ik in de jeugd, die gewoon heel hard bezig is om iets goeds te doen. Iets wat wij hadden moeten doen en eigenlijk wij mee hadden moeten beginnen in 1980. En toen waren er met name bijvoorbeeld bijna gepensioneerde professoren. Die dachten het wel te weten. En die zeiden van dat het allemaal wel mee zou vallen. Dat is niet zo. We zien nu dat het zo snel aan het veranderen is. En gelukkig probeert de jeugd ons nu te overtuigen. Een heel belangrijke stap voorwaarts. We moeten echt wat doen. Want we weten zeker dat het steeds duurder wordt om dit tegen te gaan. En wat ik met mijn verhaal eigenlijk wilde zeggen is dat het heel moeilijk is om te zeggen wat er precies gaat gebeuren. Maar dat het dus ook werkelijk in die 30 jaar dat ik op Spitsbergen zag, waar de temperatuur dus bijna 4 graden gestegen is, dat er heel veel onverwachts gebeurde. Dat was het. Dankjewel voor uw belangstelling. Net een beetje te lang, maar ik wilde jullie toch dit allemaal vertellen. Nou, Maarten, ontzettend bedankt voor je interessante verhaal. En geen enkel probleem dat je een paar minuutjes uitliep natuurlijk. Iedereen mag nog vragen stellen in de chat. Dan geven wij ze door aan Maarten. En we beginnen met een eerste vraag van Doutzen. Zij vroeg zich namelijk af over het volgen van de ganzen. Waarom gebeurt dat door middel van lichtmeting en waarom niet gewoon via GPS? Nu gebeurt het met GPS. Wij hebben nu ganzen vliegen die hebben een klein halsbandje om. En daar zit de GPS-logger in. En dat is zelfs zo dat zo gauw ze bij een telefoonpaal komen, dan worden die gegevens automatisch gedownload. Maar dan zie je hoe snel de ontwikkelingen gaan. En dat was dus in 2007, was dat nog veel ingewikkelder en ook veel duurder. En waren de lichtmetingen de goedkope manier waarmee je toch die gegevens kon verzamelen. Nu nog steeds worden die geolocators gebruikt, maar met name bij vogels die heel klein zijn. Zo heb ik bijvoorbeeld ook de Noorse Stern gevolgd die van Spitsbergen naar Antarctica vliegt, maar die is maar 100 gram en daar hangen we dan een computertje aan van 1,6 gram. En dan kan hij nog zijn hele vlucht maken. Als ik daar een geolocator aan vastmaak die zo groot is als die van de ganzen, dan komt hij niet meer van de grond.
Dus het gewicht speelde een rol, maar ook gewoon de techniek. En wat dat betreft is het nu een hele spannende tijd. Want inderdaad, Doutzen zegt al van waarom geen GPS? Het kan nu. Maar dus wat je daarover hoort, dat zijn de eerste stapjes op dat gebied. Oké, dankjewel. Een volgende vraag van Nico van den Brink. Hoe vliegen de ganzen terug in de herfst? Dan is het eiwitgehalte van het gras laag, lijkt me. Dan is het lager, maar dus eigenlijk dat eiwitgehalte van die 18% is gebaseerd op kuikentjes die groeien. Een kuikentje wat groeit heeft helemaal nog geen lichaamsreserves en moet eigenlijk al zijn energie gebruiken. Een volwassen gans die heeft allereerst de mogelijkheid om nog wat vet te verbranden als het voedsel even tekort schiet of tijdens de vlucht ook. En die heeft dus niet die hele hoge kwaliteit nodig als de kuikentjes in de zomer. Als ze groeien. Dat is dus wel een heel belangrijk verschil in deze. Een gans kan wel overleven. Dat zagen we eigenlijk ook met die ganzen die mos eten. Dat mos is veel minder eiwitrijk, maar die kunnen wel overleven als ze maar geen jongen grootbrengen. Dan kunnen ze zelf wel overleven en dan stoppen ze nog een beetje vet in. En dan breken ze af van hun eigen vetvoorraden. En dan hebben ze genoeg eiwit. Oké, helder. Ik was zelf nog wel benieuwd, heeft de coronapandemie nog invloed op jouw bezoek aan Spitsbergen afgelopen broedseizoen of komend seizoen? Ik was heel gelukkig. Afgelopen broedseizoen is gelukt. Net op het moment dat ik moest gaan, kwamen de regels dat ik 10 dagen in Oslo in quarantaine in een hotel opgesloten moest zitten. En dan mocht ik door. En dan waren er allemaal nog andere kleine regeltjes. Maar ik kon door en ik was nog op tijd. Dat was heel fijn. Nu is het wel weer spannend, want op dit moment zou ik niet naar Noorwegen kunnen, omdat Noorwegen ook een strenge lockdown heeft en ook aan de grens iedereen tegenhoudt. Maar ik hoop dus dat het van de zomer wat kan verbeteren als we wat verder zijn met vaccinaties en dat soort dingen. Dus ik heb nog goede hoop dat ik zelf mijn werk kan doen. Maar het was ook vorig jaar was het heel spannend. We zijn echt met z'n tweeën in het vliegtuig gestapt zonder dat we wisten of we tegen zouden gehouden worden aan de grens of terug zouden komen. Maar als je dit als 30 jaar doet, dan ja, je wil je door niks laten tegenhouden eigenlijk. Dus ik dacht, ik moet het proberen en het viel goed uit. Maar wij waren op Spitsbergen in een dorpje waar gewoonlijk 60 wetenschappers zitten uit allerlei landen. Waren wij de enige niet-Noren de hele zomer, omdat al de anderen die liepen erop vast. Bijzondere ervaringen zoveel jaar. Dirk Raas, die vraagt zich af, trekken Svalbardbrandjes soms mee met Svalbard kleine rieten? Ja, nou, dat is dus heel leuk eigenlijk. Dirk weet natuurlijk heel veel, want Dirk doet eigenlijk ook, is belangrijk in alle kleuringprojecten. Maar het is zo dat op Spitsberg heb je 3 ganzensoorten, maar eigenlijk zijn alle 3 de trekroutes anders. De Spitsbergen brandganzen gaan naar Schotland toe en de Spitsbergen rietganzen die gaan naar Denemarken toe en trekken nu tegenwoordig zelfs door via Friesland naar België. Dat is een hele andere route. De reden daarvoor is vast ook wel een beetje dat ze niet allemaal naar dezelfde plek kunnen gaan, want dan is er helemaal geen voedsel op die plek. Dus ze hebben zich een beetje verdeeld en hebben net wat andere strategieën. Maar het is dus wel heel interessant en heel soms kan dat veranderen, want een gans die leert waar die naartoe moet vliegen door zijn ouders. Dat hebben we ook echt getest. Daarom kon ik die ganzen die ik opkweekte, kon ik niet loslaten. Want die zouden nooit meer gaan trekken. Die zouden gewoon doodvriezen op Spitsbergen. De eerst, zoals je eigenlijk weet, iedereen kent dat verhaal wel. Als een ganskuiken uit het ei komt en je bent daar de eerste 3 dagen bij. Dan denkt dat ganzenkuiken dat je de ouder bent. En die zal altijd naar je toe komen en je volgen. Zo is het ook zo dat de eerste vlucht, als ze kunnen vliegen van het hoge noorden naar het zuiden, die bepaalt eigenlijk wat ze de rest van de tijd gaan doen. Dan zit er nog een klein grapje aan, want ze paren naar als ze 2 jaar oud zijn. En dan gaan ze eigenlijk terug naar het broedgebied waar het vrouwtje is opgegroeid. Dus het mannetje gaat eigenlijk mee met het vrouwtje naar het broedgebied waar ze opgegroeid zijn. En in principe paren ze voor het leven. Maar natuurlijk door een ongelukje of zo zien we ook wel wat beesten die opnieuw paarbanden aangaan. Maar meestal leggen ze dan minder eieren dan dat ze deden met de oude paarband.
Dus het lijkt allemaal net, je kunt er een heel familieverhaal van maken ook. De volgende vraag is van Siska. Zij zegt, ik zie brandganzen met poteringen en met halsbanden. Wat wordt er tegenwoordig veel gebruikt? Ja, nog steeds is het zo dat de poteringen in eerste instantie het makkelijkste zijn. Maar je hebt heel lang met de brandgans, doen we eigenlijk alleen maar halsbanden voor GPS-zenders. We hebben tegenwoordig de hoeveelheid vergunningen die we nodig hebben voor ons werk, die neemt toch nog steeds toe. En dat is ook heel goed eigenlijk, wordt kritisch naar gekeken. Maar wij hebben heel lang gedacht dat een halsband bij een brandgans heel ongunstig was. Want de eerste keer dat we dat probeerden, liep dat helemaal weg. Bij een grauwe gans of een koolgans doen die halsbanden het heel goed. Die hebben een stijvere nek, maar een brandgans heeft een soepele nek. Maar tegenwoordig hebben we hele smalle halsbandjes met de GPS-zender erop en die doen het wel goed. Maar de poteringen bevallen eigenlijk goed. En dat komt met name omdat die brandganzen eigenlijk hun hele leven op heel kort gras zitten. In de wintergebieden en op Spitsbergen. Dus met een telescoop kan ik op 200 meter afstand die poten zien. De grauwe gans, toen ze daarmee begonnen met poteringen, toen kreeg ze geen enkele terugmelding. Omdat die grauwe gans, die zit in hoog gras en in riet. En dan kon je die poten niet zien. Dus daar zijn ze eerder begonnen met die halsband. En die halsbanden bleken ook goed te werken. Dus je komt het allemaal verschillende systemen tegen. Een beetje afhankelijk van welke soort. Maar uiteindelijk ook speelt een rol of er apparatuur in zit verwerkt of niet. Oké. Mirjam Bakker, die heeft een vraag over de ijsberen. Hoe groot is het probleem van ijsbeerpredatie en wat voor onderzoek wordt daarnaar gedaan? Nou, Jouke Prop, maar ook ikzelf, wij doen eigenlijk wat onderzoek aan ijsberen door schade en schande eigenlijk. Wij zijn eigenlijk ijsbeeronderzoekers geworden, omdat die in ons gebied ineens komen en omdat wij heel lang al gegevens hebben over wat er aan eieren geroofd wordt. En dat we ook nu eigenlijk zien wat de ijsberen eten. Dus dat is wel heel bijzonder. En met name van Jouke wordt wel eens gezegd, ijsbeeronderzoeker tegen wil en dank. En ik denk ook dat dat helemaal waar is. Het verhaal is eigenlijk dat is wat complexer dan alleen maar klimaatverandering. Het is zo dat die eilanden aan de westkust van Spitsbergen, daar waren eigenlijk, zijn al 100 jaar mensen. En die schoten iedere ijsbeer die daar kwam. Dus vroeger, tot 1972, werd iedere ijsbeer meteen geschoten, want daar kon je geld voor krijgen. En ze hadden zelfs automatische geweren zetten ze neer langs de kust om maar zoveel mogelijk ijsberen te doden. Sinds 1972 is de ijsbeer goed beschermd. Maar wat we nu zien is eigenlijk dat die terugkomt naar die eilanden waar de ganzen broeden. Toen ik naar Spitsbergen ging, toen was een van de eerste vragen, is er wel genoeg ruimte voor die ganzen? De brandganzen broeden eerst altijd op de Vogelklif. En toen waren ze dus zo zeldzaam, waren er maar een paar. Maar eigenlijk, die eilanden waren vrij van roofdieren, doordat de ijsberen geschoten waren. Een poolvos die zwemt niet, maar een ijsbeer kan goed zwemmen. En nu zien we eigenlijk dat die ijsbeer die gebieden terugneemt. En dus verwachten we eigenlijk ook dat de populatie brandganzen terug zal nemen. In het gebied van Jouke, die heeft al een jaar of 10 dat er bijna geen kuikentjes groot worden. En ik heb nu van de laatste 4 jaar, heb ik 2 jaar dat alle nesten opgegeten waren, dat we geen kuikentjes in het dorp hadden. Dus dat zijn hele grote effecten. En wat we hopen eigenlijk is niet dat het ieder jaar even sterk is, zo net als bij de poolvosjes, dat het gaat variëren. Maar eigenlijk is het zo dat, en dat zag je eigenlijk ook aan de aantallen van de populatie, dat ze op het laatst weer een beetje aan het teruglopen zijn. We denken eigenlijk dat de ijsberen dus veel eieren, een langdurig effect op de populatie zullen hebben. En eigenlijk dus juist die brandganzen die op Spitsbergen broeden, terug zullen brengen in aantallen. Ja. Caroline Giesberts, die dankt je allereerst voor de informatieve webinar. En vraagt zich af wat voor bijdrage heeft het soort gras en de keuze van boeren, biologische boeren, op ganzenpopulatie? Ja, nou ja, dat hangt af van de ganzensoort. Een brandgans doet het erg goed op de soorten, de Engelse raaigras of de veldbeemgras. Wat eigenlijk, Engels raaigras is nu eigenlijk het standaardgras, maar ook veldbeemgras is wel een echt productiegras. Die ganzen die zijn wat dat betreft dus eigenlijk op het moment cultuurvolgers.
Als je biologisch gaat boeren en je krijgt een grotere verscheidenheid, dan is dat niet meteen gunstiger voor de brandgans, denk ik. Maar er zijn wel weer andere ganzen, zoals de grauwe gans, die ook nog zaden kan eten en makkelijke bloemen eet. Die brandgans die wil eigenlijk heel kort gras en met de snelheid van bijna 100 happen per minuut hapt hij dan gewoon dat die grasstopjes weg en binnen 1,5 uur komt het aan de achterkant er weer uit. Dus het is zo, zeker nu de ganzen de keuze hebben, zullen ze eigenlijk altijd bij de intensieve boer terechtkomen en nog niet op die andere gebieden zitten. Maar op een gegeven moment natuurlijk, als er geen intensieve boeren meer zouden zijn en we zouden allemaal naar een kringloop grasland, dan kan het zijn dat de populatie kleiner wordt, maar dat daar ook nog wel ganzen verschijnen. Want het zijn gewoon slimme beesten. Als je de keuze hebt tussen verhongeren of ergens anders gaan eten aan een tafel waar het minder smakelijk is, dan zullen ze zeker kiezen voor die andere tafel in plaats van kiezen voor verhongeren. Oké, dit was de laatste vraag. Tenzij iemand nog de eer wil om de laatste vraag te stellen, dan is dat natuurlijk welkom. In de tussentijd, Maarten, wil ik je alvast ontzettend bedanken voor jouw lezing, dat je de tijd vrijgemaakt hebt hiervoor. Voor iedereen die nog aanwezig is, de lezing is ook opgenomen en wordt morgen per mail toegestuurd naar iedereen die zich heeft aangemeld voor vanavond. Dus mocht u hem terug willen kijken, dan is dat ook mogelijk. Ik heb natuurlijk de vragen aan je voorgelezen, Maarten, maar daarnaast werd je ook door meerdere mensen hartelijk bedankt in de chat. En ik geloof dat ik niet de enige ben die van de lezing genoten heeft. Dus dank je wel. Dank je wel, heel blij met het publiek. Ja, fijn. Voor al het publiek hopelijk tot ziens bij een volgende lezing. En een fijne avond.